Het is heerlijk om hier te zijn. En samen met jullie ook het woord te openen. Ik heb ernaar uitgezien om ook hier te zijn deze ochtend. We lagen met elkaar in bed, Henk en ik. En wij... Het is jaren geleden. Al lag ik vannacht ook met hem in bed hoor. Maar we lagen met elkaar in bed. We hadden een fantastische Bijbelstudie gehad bij ons thuis. Er was zo'n tegenwoordigheid van God. Er was zo'n aanwezigheid in onze huiskamer. En om 11:30 lagen we daar nog samen te zeggen, wauw, dat is God groot en geweldig. En, oh, heerlijk, Heer. Oh. En toen ging de telefoon. En... Ik nam hem op. Ik denk, wie belt er nog zo laat? Heeft iemand misschien iets vergeten nog van de groep? En toen was daar een vriend van onze zoon die opbelde. En die zei, ja, mevrouw. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het zeggen moet, maar... Guus kan niet meer fietsen. Ik zei, joh, wat is er gebeurd dan? Ja, hij heeft iets te veel gedronken. En je schrikt. Je denkt, ah, hij is 13. En hij zou gewoon even naar een vriendje gaan. En in één keer hoor je dat hij dus niet meer kan fietsen. Ja, hij ligt hier in de mais. Oké. Waar ligt hij dan in de mais? Dus hij noemde het adres. Dus ik zei tegen Henk, kom, kleren weer aan. En wij stapten in de auto. Als moeder had je op een gegeven moment zoiets van, ha, 13 jaar. Hij weet dat hij nog geen alcohol mag drinken. En hij heeft gewoon gezegd dat hij daar naartoe is gegaan. En ik werd boos. Maar ik heb ook geleerd in de opvoeding, vooral met de opvoeding van de kinderen, om te leren bidden. Ik zeg, Heere God, wat moet ik doen? En toen zei God, schenk hem genade en liefde. Voordat ik in de auto stapte, bracht de Heilige Geest me nog te binnen... dat mensen die dronken zijn en in een auto zitten... nog wel eens zouden kunnen gaan spugen. Dus ik dacht, aha, ik moet nog even de bak meenemen. Dus wij gingen naar de plek des onheils. En we kwamen daar aan, een aantal van die jonge gasten daar. Allemaal met van die, een beetje onhandig. En daar lag inderdaad onze zoon in de mais. Maar Henk en ik hadden afgesproken onderweg... we gaan hem alleen maar liefde geven. We gaan hem alleen maar genade geven. Halleluja. En we stapten uit en ik liep naar hem toe. Ik zei, ach Guus jongen, heb je je zo vergist? Heb je niet begrepen met de alcohol? Ik zeg, kom, we gaan lekker naar huis. En papa pakte de fiets. En papa pakte de fiets achter in de auto. Dus wij ondersteunden hem alle twee. En we zetten hem op de achterbank en ik ging naast hem zitten. Met de bak in ons midden. En ik zeg, Guus, het geeft niets. Je hebt gewoon niet in de gaten gehad wat deze alcohol met je kan doen. En toen zei hij van, mam, ik schaam me zo verschrikkelijk. Zo erg. Ik zeg, Guus, dat geeft niets. Ik zeg, we houden van je. We gaan gewoon naar huis. Ik ga gewoon een matrasje pakken. Ik ga naast je slapen. Nee, mam, niet doen. Zie je wel, gaan we wel doen. Mam, echt, ik heb jullie zo teleurgesteld. Hij zei, zat ik nog maar in groep 2? Ik zei, hoezo? Ja, bij juf Trudy. Want dan was dit niet gebeurd. Ik zei, joh, het geeft niets. We houden echt heel veel van je. En we waren de eerste bocht door. Ik had de bak al nodig. Dus daar lag ook al van alles in. En we reden naar huis en op een gegeven moment zei die man, steek me maar neer met een mes. Ik zei, jongen, wat zeg je toch? Hij zegt, ik heb jullie zo teleurgesteld. Ik zei, jongen, je hebt het niet in de gaten gehad. Ik zei, we gaan naar huis en we kwamen thuis aan. En ik zei, weet je wat? Ik pak die matras en als je vannacht nog een keer wil spugen, hè, dan zal ik het opruimen. En ik ga naast je liggen en zeg, mam, alsjeblieft.
ga alsjeblieft bij papa liggen, niet bij mij. Ik zeg, oké, dat zal ik doen. En de volgende ochtend heb ik school afgebeld. Ik heb gezegd, Guus is niet zo lekker. Nou, ik loog niet. Ik heb hem laten liggen tot 9:30. Ik ben naar boven gegaan met een glaasje water en 2 paracetamol en een beschuitje. En ik klopte op zijn deur en zei, mam. En toen zei ik van, joh, ik heb school afgebeld. Ja, maar dat kan toch niet zomaar? Ik zei, wel, je bent niet lekker en het is goed. En, dus ik gaf hem de paracetamol en het water en een beschuitje. En later op die dag kwam hij naar me toe en hij zei, mam, waarom deed je dit? Toen zei ik, dat is genade. Ik kan niet zeggen dat het nooit daarna meer is voorgekomen dat hij dronken was. Dat kwam nog wel eens meerdere keren voor. Maar die les daar was niet zozeer voor onze zoon Guus, als wel voor mij. God is de God van genade. Guus had het niet verdiend dat we op deze manier met hem omgingen. Guus had het niet verdiend. Hij had straf verdiend. Hij heeft geen straf gehad. De straf was het ergste. Dat hij zei, mam, alsjeblieft. Die liefde, veel te erg. Hij had liever dat ik hem sloeg. Hij had liever, hij zei het echt. Hij zei, ik ben toch jullie zoon zo niet meer. Toen zei ik, Guus. Ik zeg, zolang dat ik nog adem op deze aarde, wat jij ook doet. Je bent mijn zoon, je hebt maar 1 moeder. Ik zeg, en wat je ook doet. Ik zeg, je blijft mijn zoon. Er zijn echt wel eens momenten geweest, niet alleen in zijn leven, maar ook was in die andere, van andere jongens. Dat ze dingen deden waarvan wij zeiden, joh, dat is niet goed voor je. Maar een van de andere zoon, die ook op een gegeven moment midden in de nacht over de wc-pot hing. En ik stond erbij. Ik was niet boos op onze zoon. Ik was zo boos op die alcohol. Wat alcohol kan doen met mensen. De verleiding. Wat erachter zit. Maar op zo'n moment hou je nog meer van je kind. Op zo'n moment dan ben je aan het bidden. Op zo'n moment dan kan je eigenlijk alleen maar de liefde van God aan hen overdragen. Dus ik denk dat we met elkaar nog zo weinig begrijpen van de genade van God. Ik denk dat we met elkaar nog zo weinig begrijpen van wat Jezus heeft gedaan. Ik werd geraakt vanmorgen. Koema kwam naar mij toe. En hij vertelde een situatie waarin hij me had gezien jaren geleden. Misschien kan je het zelf vertellen. Het gaat niet om mij. Kan dat? Kan je even een microfoon pakken? Het gaat niet om mij, maar het gaat om wat hij gezien heeft op dat moment. In de tussentijd kunnen jullie vast al Efeze opzoeken. Het hele woord? Nou, niet het hele woord. Alleen wat je gezien hebt daar waar je... Ja. Ik zag Erika dus een tijd geleden. Van de week was ik aan het bidden voor de dienst. En toen zag ik Erika... Eigenlijk zag ik mezelf Erika aankondigen vanaf het podium. En toen zag ik een situatie die we eerder hadden meegemaakt in Rotterdam. En toen hadden we een vrijzijnconferentie. En toen was er daar... Wij deden mee als ministry team vanuit Bijbelschool... En ik stond aan de andere kant van de zaal, maar er was een hele grote man. En die man die had echt bevrijding nodig. En de hele groep daaromheen die wist eigenlijk niet wat er gebeurde. En die kon hem ook niet tot bedaren brengen. En toen zag ik Erika van de andere kant van de zaal. En ik zag in haar ogen zag ik gewoon liefde. En zij liep naar die man toe en ze gaf hem een grote hug. En hij smolt in haar handen. En ik zag de kracht van liefde. En ik vond het zo mooi dat God me vanmorgen daarmee bemoedigde. We zijn soms zo bezig met bevrijding, met genezing. Het moet nu gebeuren en proclameren en bidden en vasten. Maar hoeveel zijn we bezig met God? Ik wil uw liefde absorberen, zodat er helemaal een atmosfeer van uw heerlijkheid om me heen is. Daar waar Jezus kwam, die atmosfeer die hij had, vol van geloof, vol van liefde, vol van zijn vader. Laten we lezen met elkaar uit Efeze 2.
Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij heeft ons lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. 8, vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, dat niet uit u is, het is een gave van God, niet uit werken, omdat niemand zal roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Jij en ik, elk mensenkind, is geboren in zonde. Sorry, geluid. In zonde. Allemaal. Al ben je in het meest vrome christelijke gezin geboren. We zijn allemaal geboren in zonde. En zonde betekent, je gaat je doel missen. Wij zijn onafhankelijk. We zijn onafhankelijk geworden. We hebben ons losgemaakt van God de Vader door de ongehoorzaamheid. Door hem niet te vertrouwen. Allemaal. Elk mens. Je komt niet tot je doel. Zoals onze Guus niet tot zijn doel kwam toen hij daar in de mais lag. Helemaal onder de alcohol. Hij zei, mam, ik heb maar één flesje gedronken. Nu laatst zei hij, nou, het waren er iets meer. Maar het was wel de eerste keer en dan zo'n 13-jarige. Het is niet altijd zo dat je bewust zondigt, maar je valt in die zonde. Want de Bijbel zegt, in Romeinen 5, de zonde regeert over je. Hij regeert. En dan? Hoe kan dan, als de zonde zo'n meester over je is, hoe kan je daarvan loskomen? Hoe kan je daarvan loskomen? Je bent erin gevallen. Je hebt er soms voor gekozen, maar meestal zit er zoiets achter. En dat is dat je losleeft van God. En we hebben net gelezen, hoewel wij dood waren, is Jezus voor ons gestorven. En Jezus is voor ons gestorven omdat hij ons iets wil geven. Hij wil ons een genadegave geven. Hij wil ons een genadecadeautje geven. En wat is het mooiste cadeau dat hij aan ons kan geven? Dat is een ware, reine, diepe ontmoeting met zijn Vader. Dat is wat hij ons wil geven. Zo'n moment met de Vader waarin jij zegt, ik ben compleet. Ik ben compleet. Ik ben thuis. De Bijbel zegt, we kunnen niet voor de troon van God komen, vanuit onszelf. Wie van ons heeft het recht om daar te komen? Wie van ons kan onze schepper, onze Vader, iets zeggen van, nou, ik kom voor uw troon, want ik heb het wel verdiend. Niemand van ons heeft het verdiend. De Bijbel zegt, alle derven wij de heerlijkheid van God. Niemand kan in die glorie komen. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, die mens geworden is, die zonder zonde was, die heeft jou en mijn zonde op zich genomen. Opdat wij voor de troon van genade kunnen komen.
Het is zo ontroerend om dat te zien. Jaren geleden waren wij in Suriname. En toen we in Suriname waren, toen hadden we een heel druk schema. En toen zei iemand tegen ons van, joh, laten we vanmiddag lekker naar de oase gaan. Ik zeg, wat is de oase? Ja, zei ze, dat is echt een speciale club. Daar kan niet iedereen binnenkomen. Lekker kun je daar relaxen. Je kan daar lekker aan het water liggen. Je kan ook fitnessen. Nou, dacht ik, dat vind ik niet zo relaxed voor mij. Ik ga liever lekker aan het water liggen. En lekker wat drinken daar. En toen zei ze, ja, maar toen zei ik van, is het niet voor iedereen? Je kan er niet zomaar naar binnen. Toen zei ze, nee, daar moet je lid van zijn van die club. Ik zeg, hoe word je lid? Nou, zegt ze, je moet, ze gaan naar jou kijken. Ben je goed bekend? Heb je voldoende geld? Heb je geen schulden? Heb je geen strafblad? Moet je heel veel invullen. En ook best wel een behoorlijk bedrag betalen. Maar dan kan je ook naar die exclusieve club toe. Ik zeg, en wij dan? Ik zeg, moeten wij dan nog iets meenemen of laten zien dat we voldoende geld hebben, goed bekend staan, dat we geen strafblad hebben? Nee, zeiden ze. En als je daar naar binnen gaat, mag je altijd één introducee meenemen. En ze vertrouwen erop dat je niemand meeneemt in die club die schade kan aanrichten van de club. Dus wij met onze zwempak en zwembroek onder de arm en een handdoekje daar naartoe. En er stonden twee bewakers. En Jan en Hyacinth Bos, die liepen voorop. En wij liepen erachteraan. En zij groeten Jan en Hyacinth en zeiden, hey, welkom. En wie hebben jullie meegenomen? Ja, zeiden ze, we hebben gasten uit Nederland meegenomen. Oh, nou, welkom. En we konden zo doorlopen. En ik stond opeens in de oase. Prachtig plekje. En toen zei God dit. Dit is wat Jezus voor je heeft gedaan. Hij heeft betaald. Zijn gedrag is goed. Hij is tot goed bekend in alles. En hij heeft de weg vrijgemaakt. En de Bijbel zegt, en iedereen die in hem gelooft, dat hij dat gedaan heeft, kan binnengaan. En kan die oase omarmen. Er werd mij niet gevraagd of ik genoeg geld had. Het werd allemaal niet gevraagd. Ik mocht daar zo binnengaan. En zo is het ook in de tegenwoordigheid van God. Als ik geloof dat Jezus Christus tot zonde is gemaakt. Ja, terwijl hij helemaal niet verdiend had om die zonde op zich te nemen. Maar hij koos ervoor. Als dat gebeurt, dan ontstaat er een geweldig wonder. Tada! Vrij ervan. En niet alleen dat. Ik ben niet alleen maar vrij van zonde. Hij zegt ook, kom voor mijn troon van genade. Want ik heb daar nog wat liggen. Ik breng niet alleen maar redding. Ik herstel je volledig weer. In jouw oorspronkelijke plan. En dan mag je achter Jezus aan. Dat staat in Hebreeën. Jezus is de hemelen doorgegaan met zijn eigen bloed. En hij heeft een verbond gesloten met God de Vader. En langs die nieuwe weg, zegt de Hebreeënbrief, mogen wij ook in volle vrijmoedigheid voor de troon van God komen. Hey, zonde is niet meer. Ik mag in volle vrijmoedigheid voor de troon van God komen. En daar ligt voor elk mens, want God heeft het al bedacht voor de grondlegging der wereld, voor elk mens ligt daar een cadeautje. Halleluja. Voor elk mens ligt daar een gave. De vraag is, ga je hem ophalen? De gave is, ga je hem aanpakken? De vraag is, durf je het uit te pakken wat Jezus voor je heeft gedaan? En ik kom voor die troon. Wim, dat ben ik niet. Tim, ook niet. Joy, nee, ook niet. Hé, hey, Erika. Die is voor mij. Voor mij persoonlijk. Van de Vader. Van de Zoon. Van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat het de gave is van rechtvaardigheid. Ik mag voor de troon van God staan en dat is een cadeautje. Ik kan er niks aan doen. Ik kan het niet verdienen. Ik kan het ook achteraf niet betalen. Het is gewoon, durf ik het cadeautje aan te nemen. Stel dat ik een cadeautje zou gaan geven. Is er toevallig een Tim in de zaal? Of een Wim? Wel een Wim. Nou, oké, als er een Wim, ja, en ik geef hem dat cadeautje en hij pakt het uit en zegt hij, oh, dankjewel, nou wil ik echt wel voor jou straks de koffie halen. En ik wil ze dadelijk ook wel voor jou je auto nog wassen. Dan zeg ik, ik geef je een cadeautje. Niet dat je iets terug hoeft te doen, ik wil dat je geniet van het cadeautje.
En ik hou van cadeautjes. En dit vind ik een mooi cadeautje. En ik mag het uitpakken. Ik mag het samen met hem uitpakken. Op de troon van genade. Ik kunt de Vader niet blijer maken dan dat alles wat Jezus Christus voor jou heeft volbracht, dat je het ook aan gaat nemen. En niet alleen maar aan gaat nemen. Wow. Man. Dit is even niet normaal, zeg. Voor mij, Heer. Maar dat ben ik niet waard. Nee, zegt God, ben je ook niet waard. Maar mijn zoon is waardig. En in mijn zoon mag je dit gaan dragen. Maar Heer, dit is een... Wat is dit? Dat is de mantel van gerechtigheid. Wow, Heer, is dit een mantel van gerechtigheid? Niet voor mij. Ja, dragen. Waardig. Voor God en voor mensen. Oké, Heer. Wow. Zo. Die past ons allemaal, hè? Wow. Een mantel. Een mantel van gerechtigheid. Een genademantel. Een dochter Gods. Staat die me een beetje leuk? Ik heb hier een spiegel waar ik kan kijken, maar... Is goed, hè? De kleur staat wel goed, vind je? De Bijbel zegt dat we bekleed zijn met Christus. We hebben ons oude leven afgelegd. We zijn bekleed met Christus. En die genade is zo groot. Die genade is zo ontzagwekkend groot. Weet je, de genade doet 3 dingen voor ons. 3 categorieën, 3 gebieden. Het is eerst het werk van God voor ons. In Christus Jezus. In Christus Jezus hebben we redding. Het was zijn werk voor ons. Uit liefde voor deze wereld gaf hij zijn zoon. Had jij het verdiend? No way. Had ik het verdiend? Nee. Maar hij zegt, ik doe het. Dat is mijn genadewerk voor jou. En dat is redding. Daar hebben we net over gelezen. Je zou dus ook kunnen zeggen, daar is Jezus onze verlosser geworden. En heel veel christenen blijven daarbij. Maar Jezus zegt in zijn woord, God zegt in zijn woord, er is meer. Er is daar echt nog veel meer. Want ik heb niet alleen maar voor jou gewerkt. Ik wil ook met mijn genade in je werken. En als God met zijn genade in ons gaat werken, dan zullen we er een verandering mee maken. Dan zul je een verandering mee maken. In Titus 2 vers 11 en 12 staat dat de genade ons leert. De genade is als een leraar. Hij leert hoe wij weer mogen leven in en vanuit de tegenwoordigheid van God. Hoe God ons oorspronkelijk ziet en geschapen heeft. Dus het is de genade die in ons werkt. Maar er is meer. Maar bij God is altijd meer. Het is ook de genade die door ons werkt. En als 1 Korinthe 12 het over de genadegave heeft, dat zijn zeg maar de relatiegeschenken van God door ons heen. En het zegt niets over jou. Het zegt alles over de genade van God. Dus God heeft voor jou gewerkt. God wil in je werken met zijn genade. En God wil met zijn genade door jou werken. Voor je is redding. In je is verandering. En doorgeven is vermenigvuldiging. Je zou het ook als volgt kunnen zeggen. Hij heeft voor je gewerkt. Ja, dat is acceptatie. In je gewerkt, dat is transformatie. En door je gewerkt, dat is impartatie. En als jij weet dat jij geaccepteerd bent, als jij een rechtvaardiger des Heren bent, dan kan je elk moment van de dag voor de troon van genade komen. Ja, ja, zeg je Erika, dat zeg je nu wel. Want jij moet eens weten wat ik gisteravond gedaan heb. Ik heb een vrouw geslagen. Ik was zo zat dat gezeur van haar. Dat gezeur. En ik zei nog, stop ermee. Maar ze ging door. En maar door. Ja, hoe moet je dan iemand stilzetten? Toen heb ik haar geslagen.
En dan zit ik hier. En ik weet dat ik dus gezondigd heb. Zie je wel? Zo mooi, maar ik heb gezondigd. Maar ik zeg je dit. Jij bent niet langer meer die zondaar. Je bent een heilige die wel gezondigd heeft. En omdat we in Christus Jezus zijn, weet je, de mantel heeft een buitenkant, maar de mantel heeft ook een binnenkant. En in 1 Johannes 1, vers 14, 17 kun je lezen dat van Jezus wordt gezegd dat hij vol van genade is en vol van de waarheid. En je ziet de buitenkant, maar de buitenkant heeft ook een binnenkant. Kijk eens, genade. Genade. En als je dus naar jezelf kijkt, zie je ook aan de binnenkant dat God zegt, ik ben vol van genade. En wat doet God eerst? Hij slaat zijn genade over de zonde. Maar er is nog een andere kant. Kijk of het allemaal lukt. En dat is waarheid. Want er staat, God is vol van genade en vol van waarheid. Maar kom allereerst zijn genade tegen. Dus je bent vanmorgen hier gekomen en iemand heeft je misschien wel gegroet en een woord voor je gehad en je denkt, oh God, dat heb ik niet verdiend. Nee, zegt God, dat is genade. Ik kom ook naar jou met mijn bak, mijn kotsbak. En je mag er allemaal uit kotsen. Want ik wil gewoon dat je weer in de reinheid, dat je weer durft te komen. Want je bent smetteloos en onberispelijk voor hem, staat het, zegt het woord van God. Dat ben je, maar je voelt je niet altijd zo. En dan zegt God in 1 Johannes 1, hij zegt, indien we onze zonden belijden, dan is God trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Dus hij zegt, benoem het gewoon. Benoem het gewoon. En dan komt ook de waarheid. Weet je, als wij belijden, dan belijden we onze zonden. Hè? Oh, dat zie ik zo vaak. Dan gaan mensen hun zonde belijden. En dan zeggen ze, ja, dit heb ik gedaan. Ik heb mijn vrouw geslagen. Oh, erg, erg, erg. En dan zeg ik, ja, dat is heel erg. Maar goed dat je het nu beleden hebt. En God zegt, inderdaad, dit is zonde. Dit had je niet moeten doen. En dan stoppen heel veel mensen. Maar dan moet je ook doen, wat God ook in zijn woord zegt, dat is ook belijden. Het woord belijden is homologos. En dat is hetzelfde zeggen en het ermee eens zijn. Dus je gaat hetzelfde zeggen en het ermee eens zijn. Je zegt tegen God, mevrouw slaan, dat is zonde. Ja, zegt God, klopt. Zeg ik ook hierover. Dat is zonde, moet je niet doen. Maar dan gaat God verder. En hij zegt, indien jij je zonde aan mij belijdt, dan ben ik getrouw en rechtvaardig. En reinig ik je van alle zonden en van je ongerechtigheden. En dat moet jij ook gaan zeggen. Dat is ook belijden. Je moet ook hetzelfde zeggen als God in zijn woord. Die zegt, oké, als je het beleden hebt, dan moet je het ook nu op dit moment loslaten. Ik heb die zonde weggedaan, zover het oosten is van het westen. Dus laat het los. En zeg weer, ik ben een rechtvaardige des Heren. Mijn zonde is mij vergeven. Want dat is waarheid. Waarheid is niet altijd dat God zegt, fout, fout, fout. Waarheid zegt, genade, het is klaar. Dus de genade is erover uit en de waarheid. En de waarheid. Want we ontmoeten eerst Jezus in de genade. En de Bijbel zegt dat het Gods goedheid is die ons tot inkeer brengt. Het is zo mooi om te zien. Doe gewoon eens even je ogen dicht. En denk even aan het moment dat God met zijn genade bij jou kwam. En dat je ook wist in die genade, die heb ik niet verdiend. En dat hij daarna met de waarheid kwam en zei, je zonden zijn je vergeven. Hoe gaaf is dat? Je ogen weer eens open. Het is goed om daar elke keer aan te denken. Want opeens merk je, waar is die zonde nu? Die zonde is weg. Maar het is niet alleen voor jezelf, want we hebben gezegd, de genade is niet alleen voor in je, maar ook door je. Dus als je iemand tegenkomt waarvan je weet, jij hebt het helemaal niet verdiend, ga je niet eerst zeggen, nou, God kan niet wat voor je doen als je niet eerst vergeeft. God kan niet eerst wat je doen als je eerst je zonde beleidt. Nee, je gaat eerst komen. Henk, wil je er even bij komen?
Stel dat Henk dus... Oh, is die stoer. Hij springt er zo op. Wauw, mijn kerel. Henk heeft gezondigd. En dat weet ik. Ik weet soms als ik in een samenkomst ben dat iemand onder zonde leeft. Dat is niet omdat God zegt van, oh, nou, dan weet je lekker dat hij gezondigd heeft. Dat is de genade van God die zegt, ga naar die persoon toe. Ik weet nog goed, dat meisje, dat in een oproep naar voren kwam voor het occultisme, om daar te af te leggen. God zei, ze heeft lesbische relaties. En ik ging naar haar toe. En ik had kunnen zeggen, God laat zien dat jij lesbische relaties hebt. Maar ik ging naar haar toe en ik zei, mag ik je iets zeggen? Je bent zo'n mooie vrouw. Je bent zo'n bijzondere vrouw. Eigenlijk, Henk's reactie was ook een beetje haar reactie. Van, heb je tegen mij? En ik kwam met die genade. En ik zei, het is zo mooi dat God het bedacht heeft. Ja, dat God mensen bij elkaar wil brengen, mannen en vrouwen, om samen te genieten van wie hij is. Amen. En toen begon ze te huilen, want ze ontving de genade. En toen zei ik, je leeft in relaties waarvan God zegt dat het beter niet voor je is. En toen begon ze te huilen, of nog harder te huilen, toen zei ze ja. Dankjewel. Ze ontmoeten eerst de genade. En daarna de waarheid. Als mensen eerst de genade hebben ontmoet, dan kunnen ze daarna de waarheid aan. Wie van ons kan de waarheid aan als je niet genade bent tegengekomen? Jij bent een rechtvaardige des Heren. Probeer alsjeblieft ook die mantel daarna niet te verdienen. Probeer niet te zeggen, oh nu, God, u hebt mij gerechtvaardigd. En nu moet ik maar meer bidden, meer vasten. Ik moet die opwekking bewerken. Nee, je moet doordrongen zijn van de genade. En de genade is een persoon. En dat is Jezus. En als je in zijn tegenwoordigheid bent, als je in zijn aanwezigheid bent, dan komt die stroom van genade over je heen. Een aantal weken geleden heb ik tijd apart gezet. Ik ben 4,5 dag naar Zuid-Holland gegaan en ik wou daar naartoe gaan om ons voor te bereiden op een nieuw seizoen van His Healing Voice. Dat is de stichting waar Henk en ik leiding aan mogen geven. En ik wil praten over ons nieuwe health and training center, waar ik een plan voor heb, inmiddels heb ontvangen. Dat gaan we volgend jaar, zo de Heren wil, openen. En daar ging ik naartoe en ik kwam binnen. Ik zei, nou Heer, lekker even aan het werk. Dag, hè? Voor de bediening, voor Nederland, yay! En hij zei niets. Hij zei niets. Hij zei helemaal niets. En als God niet zegt, dan weet ik, dan moet ik heel goed luisteren. En hij ging met mij 4,5 dag spreken over de afgelopen 20 jaar. Afgelopen 20 jaar waarin ik zo dankbaar ben dat ik de persoon in het werk van de Heilige Geest heb mogen ontdekken. Waarin ik zoveel heb gezien van God en waar ik echt altijd dicht bij zijn hart ben gebleven. Maar dat er toch iets was ontstaan. Want ik moet het toch bewijzen. Uit liefde voor hem, dat ik denk, ja, maar hij heeft zoveel voor mij gedaan, nu moet ik wat voor hem doen. En hij zei, nee. Dan mis je de vreugde en de verwondering over mijn cadeau van rechtvaardigheid voor jou. Ik wil graag altijd alles goed doen. Voor God en ook voor mensen, omdat ik het God waard vind, maar mensen ook waard vind. Maar ik maak fouten. Zeker wanneer het om mensen gaat, dan kan het zo aan me knagen. En ik was daar. En God liet me zien, Erika. Je bent de verwondering kwijtgeraakt over dat jij een rechtvaardige bent. En dat je zoveel genade voor allerlei andere mensen hebt. Maar soms zo weinig genade voor jezelf. En toen sprak hij tot mijn
nou ja, goed, hij sprak steeds meer tot me en ik zag het opeens. En hij zei ook tegen me, Erika, je hebt zo hard gewerkt alle afgelopen 20 jaar. En dat heb je gedaan uit liefde voor mij. Maar als je nu niet bijstuurt, dan gaat het je gezondheid kosten. Dan gaat het relaties kosten. En op dat moment heb ik me opnieuw weer toegewijd aan God. En dieper met de boodschap bezig geweest over genade. Ik sprak over de genade en ik spreek over genade en daar neem ik ook niets van terug. Alleen God is goed. Die zegt, ik stuur je even bij, lieverd. Ik stuur je bij. Hé, Erika. Ik ben soms zo... Ik was niet doordrongen, denk ik, van de impact, dat ook de bediening die God op mij heeft gelegd, op anderen. Ik denk, ja, ik doe maar gewoon, ik ben gewoon Erika. Ja, zegt God. Dat is het. Wees gewoon Erika. Maar de verwachtingen van mensen kunnen soms zo hoog zijn, maar de verwachting van mezelf over mezelf kan zo hoog zijn. En ik kwam in die dagen voor de troon van God. En op een moment zei hij, ga naar het dorp en koop een ring. Dus ik ging naar het dorp en ik ging een juwelierszaak binnen. En daar zag ik deze ring. En ik dacht, ja, is misschien wel een beetje duur. Maar goed. En ik wil mijn pinpas pakken, gewoon van Henk en mij. En toen zei God, nee. Nee. Pak de pinpas van de stichting. Want uiteindelijk is dat ook zijn geld. Ja, ons geld is ook zijn geld. Maar hij zegt, vanuit de stichting. Toen dacht ik nog, weet je, ik ga gewoon wel even naar het kruidvat. Het gaat er maar om dat ik gewoon een aandenken heb aan deze dagen. Oh God, het is soms zo dat ik vind het soms zo lastig om te ontvangen. Omdat ik zoveel heb gekregen, wil ik graag geven. Maar God, je moet ook ontvangen. En toen heb ik hem gekocht. Het is echt geen honderden euro's hoor. Valt best mee. Maar toen zag ik een diep gewortelde eigenlijk van, ach, ben ik het wel waard? En zei God, je bent het meer dan waard. Maar mijn zoon heeft het voor je gedaan. En toen heb ik hem aangedaan. En sinds die dag ga ik elke morgen avondmaal vieren. En zeggen, en dan heb ik dit, ik heb het doosje waar het in zit. Dan doe ik elke avond doe ik hem erin. En dan 's morgens haal ik hem er weer uit. En dan doe ik hem om mijn vinger en dan zeg ik, ik ben een rechtvaardige des Heren. Dat is een gave, dat is een geschenk. En ik merk dat het wat met me doet. En ik merk dat het wat doet met Henk. Met ons team. En dat is een nieuwe openbaring voor mij, een diepere openbaring voor mij, over ik ben een rechtvaardige des Heren. Jongens, ik mag gezien worden. Een paar maanden geleden, toen lag ik in bed en ik wou het aan God vragen. Want ik heb altijd, ik kom ergens binnen en dan denk ik, ik probeer niet op te vallen. Ja? Maar binnen no time gebeurt er iets. Er komen toch allerlei mensen naar je toe. Ik was naar Battle Reading en ik dacht, niemand kent me hier. Dat is mooi. Hè? Kan ik even gewoon niet dat iedereen zegt, oh, mag ik eens vragen, dit en dat. Ik dacht, ha, lekker. Komen die studenten naar je toe en die zeggen, wow, wie ben jij? God laat zien dat je een nationale bediening hebt. Ik dacht, hè, ik ben hier ook al niet anoniem. Dat was heel apart. Maar ik wou er iets anders over zeggen. Even denken, waar hou ik nog terug? Oh ja, en weet je, ik wil geen aandacht trekken. Ik heb wel soms het gevoel dat ik aandacht trek. En dan ben ik hier bijvoorbeeld bij de School of Supernatural Heroes en dan denk ik, ja, zitten al die mensen daar. En dan zie ik allerlei mensen ook naar Matthäus lopen en anderen lopen. En denk ik, ja, ga het niet doen. Ze denken misschien wel dat ik wel aandacht wil trekken. Dat ik hier... Dus ik doe dat niet. En in die nacht vroeg ik aan God. Vader, ik moet het weten. Vindt u mij een aandachttrekker? En weet je wat hij zei? Hij zei ja. Ik dacht, shit. Hij zei... Maar zo heb ik je gemaakt. Maar zo heb ik je gemaakt. Hij zegt ja. Ik heb mijn glorie op je gelegd zodat je aandacht zal trekken. Want ik weet, zegt hij, dat je altijd zult wijzen naar Jezus. Toen zei ik, Heer, ben ik een aansteller? Toen zei hij, nee. En die twee dingen haalde ik door elkaar.
Maar ik ben een aandachttrekker. En ik hoop dat ik heel veel aandacht trek van mensen. Bij Van der Valk, als ik daar ben. Of gisteren op een bruiloft. Anderhalf uur met iemand geschreeuwd, want daar kun je met al die muziek helemaal niet gewoon praten. Dus daarom is mijn stem ook niet zo heel sterk op dit moment. Ik wil aandacht trekken. Ik wil uit Albert Heijn komen. En daar, dat gebeurde, ik zag een man en die huilde. En ik zette mijn auto aan mijn kant en ik ging er naartoe. Ik zeg, meneer, u huilt. Wat is er aan de hand? Hij zei, jij weet het niet wat het is. Jij weet niet wat het is om allerlei schimmen om je heen te hebben. En van overledenen. En ik zei, nou, ik denk dat ik wel weet wat dat is. Ik zeg, laat me allereerst dit zeggen. God houdt van je. Hij zei, ja. Toen zei ik, vertelde iets op mijn eigen leven. En toen noemde ik het woord Jezus. En op dat moment springt die man op. En die zegt, Jezus, Jezus, zegt hij. Hij zegt, ik ken jou wel, zei hij tegen mij. Jij bent van de Westerkerk. Dat is waar de kerk. Ik dacht, oh, ik heb dit ergens vaker gehoord. En allerlei mensen voor de Albert Heijn. En hij begon te schreeuwen tegen me. Hij begon zo te schreeuwen. Ik had ergens de aandacht getrokken. En het is niet verkeerd om aandacht te trekken. Mits je maar niet roemt in je eigen werken. Als je maar roemt in Jezus. Als wij bidden voor opwekking, dan bidden we voor de glorie van God op ieders leven. En dan ga je de aandacht trekken hoor. Van mensen. Ook de aandacht trekken van de duisternis. Die denkt, die moeten we kapot krijgen. Die moeten we kijken of ze die glorie niet meer gaat dragen. Alsof ze niet meer waardig... Hè? God, hè, vanuit God die waardigheid gaat dragen. En jij en ik, wij zijn aandachttrekkers in deze wereld. Het licht trekt de aandacht. En je bent een lichtend licht. En je bent een zoutend zout. En God wil dat jij vanmorgen ook zo voor zijn troon komt. En weet, geen schaamte, geen schuld, geen oordeel. 100% genade. 100% waarheid. En dat zet je vrij. Stop met jezelf te veroordelen. Stop met jezelf onderuit halen. Hé, en als er zonde in je leven is, breng het in het licht. Breng het onder het oordeel wat Jezus heeft gedragen voor jou. En ontdek dat genade en waarheid de zonde doet verdwijnen. Wees je bewust dat die verschrikkelijke, vervelende collega van jou niet de waarheid in nodig heeft, maar de genade nodig heeft. Als je morgen naar je werk gaat, dan hoop ik dat je aan dit hieraan denkt. En dat je denkt, wat kan ik voor die collega's doen? Want hij heeft helemaal niet verdiend dat ik een kop koffie voor hem haal. Hij heeft helemaal niet verdiend dat ik zijn werk afmaak. Hij heeft het helemaal niet verdiend voor een vriendelijk woord. Naar wat hij mij vorige week geflikt heeft. Maar je kijkt dan niet wat jij doet. Je kijkt, wat zou Jezus doen? En Jezus was vol van genade. Zacchaeus had zijn blik niet verdiend. Die Samaritaanse vrouw had zijn blik niet verdiend. Jij had de blik van Jezus niet verdiend. Maar hij gaf hem je wel. Vol van liefde. Vol van genade. Nederland wacht daarop. Nederland wacht niet op een opwekking. Nederland wacht op mensen die vol van genade zijn en vol van liefde. En dan krijgen we een opwekking. Ik wil afsluiten gewoon. Ik vraag God waarmee ik mag afsluiten. Ik weet het niet. Zullen we samen onze ogen sluiten? Vader God, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u zegt, het leven is als een snelweg. Door een stomme, onoplettende fout kan je van de weg afraken. Je ligt in de berm op kop. Of het leven is als die snelweg en een medeweggebruiker tikt je auto aan en ook daarvan raak je van de weg en je ligt op kop. Het kan ook zijn
dat de weg een gat bevat. En je rijdt er doorheen en je komt in onbalans en je raakt van de weg en je ligt op kop. En daar lig je. En dan komen de hulpdiensten. En God zegt, de hulpdiensten vragen niet, hoe is het gekomen? Ze zeggen allereerst, rustig, hulp is hier. We komen je bevrijden. We brengen je naar een plek waar je genezing kan ontvangen. Vader God, ik wil u danken. Dat u altijd de eerste ter plekke bent. U bent de God die hulp wil geven. Onze hulp is van de Heere God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. En niet laat varen het werk van zijn handen. Vader, ik bid voor die mensen. Heer, die weten, ik ben van de weg geraakt omdat ik zelf zulke stomme dingen heb gedaan. Er zijn mensen, Heer, die door anderen, Heer, aangeraakt zijn. Heer, door de zonde van anderen, Heer, helemaal de weg zijn kwijtgeraakt. En er zijn ook mensen die in deze gebroken wereld, Heer, hun schade hebben opgelopen. Maar u zegt vanmorgen, ik ben de eerste ter plekke. Ik wil je bevrijden uit die situatie. Ik wil je bevrijden uit de zonde. Ik wil je bevrijden uit die gevangenis. Ik wil je bevrijden van de onvergevingsgezindheid. Ik wil je bevrijden. Ik wil je vrijzetten. Heer, er zijn mensen die zeggen, als je wist wat mij is aangedaan. Daardoor ben ik geworden zoals ik ben geworden. Maar de Vader zegt, kom, laat mij jou bevrijden. Laat mij jou genezen. Laat mij jou redding geven. En Heer, we lopen allemaal hier met de gevolgen van de zonde in deze wereld. U wilt ons bedienen met uw genade. Neem even een moment tijd om zelf met de Vader te praten. En na de dienst is een gelegenheid. Ik heb het idee dat ik geen oproep moet doen. Maar na de dienst is een gelegenheid dat je met jouw kant van het verhaal kan komen bij het ministry team. Een team dat getraind is en anders vanmorgen getraind is om geen oordeel te hebben. Want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons ook niet, met Hem alles geven, alles geven. Maar ik bid dat je, de band komt ook op het podium zo als het kan. Ik bid dat als we zo dadelijk het lied gaan zingen. Dat je goed luistert en kijkt en meezingt met de woorden. En de kinderen komen ook inmiddels al binnen. En super dat jullie binnen zijn. Ik ben niet de koningin. Maar ik ben wel een kind van God. En ik draag dit vanmorgen, omdat ik gesproken heb over Jezus Christus, de koning, die zegt, ik wil dat jij net als mij, als een koning regeert. En in de Bijbel staat dat wij mogen regeren met genade. En wat dat is, dan moet je je vader en moeder maar eens vragen straks. Maar fijn dat jullie er ook zijn. En we gaan een prachtig lied zingen. En ik hoop dat jullie ook meezingen. En dat we de woorden tot ons door laten dringen. Wat jij ook doet of laat, het verandert niet aan Gods liefde. Zijn genade is zo groot. Zullen we gaan staan en dit lied gewoon als, ook als een stuk, ja, uiting op dit woord naar hem uitbidden. En er mag gedanst worden.